Welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Binnenkort kan heel veel tijd worden gewonnen in zowel het aantal personen dat op COVID-19 getest moet worden en in het weten wat de uitslag is. PCR, vertaald in het Nederlands, staat voor de polymerase kettingreactie. Dat is een manier om uit zeer kleine hoeveelheden DNA, specifiek één of meer gedeeltes, te vermenigvuldigen, totdat er genoeg van, in dit geval, COVID-19 erin is, om te analyseren of een persoon positief is of negatief. Wij van het COVID-19-journaal mochten een kijkje nemen en gingen in gesprek met microbioloog Ed IJzerman en labtechnician Anton van den Ouden. Ik denk dat de beperkende factor nu niet zit in de hoeveelheid apparatuur, maar veel meer in de voorbehandelingen. Want kijk, je moet het zo zien, bij mensen worden neus- en keelswaps afgenomen. Dan zit een materiaal met mogelijk virus van die mensen in een transportmedium. En dan heb je dus een buisje met transportmedium waar zowel menselijke cellen als viruscellen in zitten. En eigenlijk het proces dat voorafgaand aan het inzetten van de spullen in de apparatuur is het virusmateriaal uit dat transportmedium halen. Dat noemen we extractie. De extractie van het virusmateriaal. En dat is menselijk werk nog. We hebben er ook machines voor, maar ook die machines kosten tijd. En heel veel menselijke handelingen zitten daarin. En dat lijkt op dit moment vooral de beperkende factor. Plus natuurlijk de administratie. Ja. Want hoe meer monsters je krijgt, hoe groter de administratieve last. En daar zijn we ook mee aan het werken. We gaan dus proberen om de papieren aanvragen te vervangen door digitale aanvragen. En werken met barcodes. Zodat op ieder sample een barcode zit en we alleen nog maar de samples hoeven te scannen. Zodat het scannen van het sample direct gekoppeld wordt aan een naam in de digitale applicatie. Daarmee hopen we fouten te voorkomen, maar vooral snelheid te winnen. Ja, want nu gebeuren de dingen dubbel. Iemand vult een papieren aanvraagformulier in. En dat papieren aanvraag moet dan op het laboratorium omgezet worden in een digitale aanvraag. Het is natuurlijk veel makkelijker als er direct een digitale aanvraag plaatsvindt. En dan ben je van die papieren romslomp af. En dat scheelt uren werk op een dag. We zitten nog in een fase van valideren. Maar we denken dat we met deze apparatuur de testcapaciteit echt zodanig kunnen opschalen. Dat hoe groot de problematiek ook wordt in Suriname, dat we hiermee voldoende capaciteit hebben. Dus de samples worden dus, zoals net had verteld, geëxtraheerd. Dus de genetische eigenschappen worden eruit gehaald. Dat wordt in het lab hiernaast gedaan. Wanneer dat is gedaan, komen ze hier terecht en worden ze in de PCR-apparaat gestopt. Hier worden de deeltjes van het coronavirus vermenigvuldigd. En wanneer ze vermenigvuldigen in de sample, geeft dat een heel hoog signaal. En dat signaal bepaalt dan of dat er iemand dan positief is voor het coronavirus. Ja, kun je dat aanwijzen? Ja, het is namelijk zo gaan dus in deze PCR-apparaten. Hier worden dan de deeltjes vermenigvuldigd, waarna ze dan in de scanner terechtkomen. En dat is wat je hiernaast ziet. Vervolgens wordt een foto gemaakt van de plaat en komt het uiteindelijk op de computer terecht. En vervolgens bepaalt dus een bepaalde software welke samples positief zijn en welke samples negatief. En zoals je kan zien in deze foto, is dat alle samples met een rode cirkel worden gezien als positief. Dus je kan echt duidelijk zien dat je hier een veel hoger signaal hebt dan de welletjes die hier omheen zitten. En dit betekent dus dat iemand het coronavirus bij zich heeft. Normaal, als de samples zijn geëxtraheerd, worden ze in een ander soort PCR-apparaat gezet. Hier in dit lab duurt dat ongeveer 1 uur en 20 minuten. En deze stap, op deze apparaten, duurt het 20 minuten. Dus dan heb je eigenlijk 1 uur voordeel. Het voordeel is dat je dus sneller kan gaan werken. En je dus een snellere doorloopsnelheid hebt. En daardoor dus ook meerdere samples zou kunnen gaan testen. Als je meer samples krijgt, betekent dus ook dat je meer samples moet gaan verwerken. Dus meer stickers plaatsen op de samples, meer administratie wat je moet bijhouden. En daarvoor heb je dan wel weer meer mensen nodig. Ja. Feit is dat 48 uur wachten op de uitslag van de COVID-19-test wordt verkort naar enkele uren.
Er kunnen in minder tijd meer tests worden afgenomen en met een digitale databank wordt analisten tonnen aan papierwerk onthouden. Ik denk dat de beperkende factor nu niet zit in de hoeveelheid apparatuur, maar veel meer in de voorbehandelingen. Okay. Want kijk, je moet het zo zien, bij mensen worden neus- en keelswabs afgenomen. Dan zit een materiaal met mogelijk virus van die mensen in een transportmedium. En dan heb je dus een buisje met transportmedium waar zowel menselijke cellen als viruscellen in zitten. En eigenlijk het proces dat voorafgaand aan het inzetten van de spullen in de apparatuur is het virusmateriaal uit dat transportmedium halen. Dat noemen we extractie. De extractie van het virusmateriaal. En dat is menselijk werk nog. We hebben er ook machines voor, maar ook die machines kosten tijd. En daar gaat heel veel menselijke handelingen zitten daarin. En dat lijkt op dit moment vooral de beperkende factor. Plus natuurlijk de administratie. Ja. Want hoe meer monsters je krijgt, hoe groter de administratieve last. En daar zijn we ook mee aan het werken. We gaan dus proberen om de papieren aanvragen te vervangen door digitale aanvragen. En werken met barcodes. Zodat op ieder sample een barcode zit en we alleen nog maar de samples hoeven te scannen. Zodat het scannen van het sample direct gekoppeld wordt aan een naam in de digitale applicatie. Daarmee hopen we fouten te voorkomen, maar vooral snelheid te winnen. Ja, want nu gebeuren de dingen dubbel. Iemand vult een papieren aanvraagformulier in. En dat papieren aanvraag moet dan op het laboratorium omgezet worden in een digitale aanvraag. Het is natuurlijk veel makkelijker als er direct een digitale aanvraag plaatsvindt. En dan ben je van die papieren romslomp af. En dat scheelt uren werk op een dag. Het is namelijk zo, de samples worden afgenomen bij de patiënt. Wanneer een patiënt dus het coronavirus bevat en positief zou zijn, dat betekent dus dat de swab dus de coronavirus bevat. En van het coronavirus wordt dus de genetische eigenschappen uit de samples geëxtraheerd. En wanneer dat is gedaan, komen de materialen in deze apparaten. En dat heet dan de PCR-test. En die PCR-test die bepaalt dan welke patiënt positief is en welk patiënt negatief. Ik ben dus vrijdag aangekomen. Ik ben zaterdag gelijk begonnen met het installeren van de apparaten. En nu zijn we dus bezig met de implementatie en ook een beetje training geven van de analisten hier. Hoe moet je de apparaten gebruiken? Welke stappen moet je doorlopen om je resultaten te verkrijgen? En daar ben ik nu elke dag mee bezig. Nou, tot nu toe kunnen we de aanvragen die wij krijgen, die kunnen we bijhouden. Maar het is voor onze analisten wel heel hard werken. We werken het Centraal Laboratorium en het Academisch Ziekenhuis werken samen om zoveel mogelijk materiaal te kunnen testen. Maar de analisten die zijn van 's ochtends tot 's avonds laat bezig om het aan te kunnen. En dan wel van maandag tot en met zondag. Dat gaat 7 dagen in de week door. Dus dat is een enorme aanslag op de mensen wat betreft hun werk, hun privéleven, etc. En het gaat maar door. Dus ja, dat moet verbeterd worden. En dat is ook de reden dat we gezegd hebben, nou, hoe kunnen we dat aanpakken? En we moeten dus snellere, betere apparatuur hebben om de mensen rust te gunnen. Maar wel, die testcapaciteit die moet nog steeds opgeschaald worden. Want die moet het zo zien dat, kijk, wij krijgen nu gemiddeld 300-400 monsters per dag. Maar we zien nog steeds dat minstens 25% van de monsters die we krijgen positief is. En als zoveel monsters positief is, dan betekent dat eigenlijk dat je te weinig sampelt. Want de WHO zegt, als je meer dan 5% positieve samples hebt, dan sampel je te weinig. Nou, wij hebben 25% positieve samples. Dat betekent dus dat we eigenlijk nog veel meer zouden moeten opschalen wat betreft het sampelen van de mensen. Maar als je dat doet, dan moet je natuurlijk wel al die monsters kunnen verwerken. En ik zei nu al, ze werken van 's ochtends tot 's avonds. En dat is de reden dat we gekeken hebben, is er een mogelijkheid om toch die grote hoeveelheid samples met de beschikbare analisten te verwerken, zonder dat we een roofbouw op de mensen plegen. En zodoende zijn we bij dit bedrijf uitgekomen en we hebben dan het geluk gehad dat Rosebel Goldmines de apparatuur wilde doneren aan het Academisch Ziekenhuis. Wij zetten het in de gezamenlijkheid met het Centraal Laboratorium om zo onze testcapaciteit te kunnen verhogen en onze snelheid met name te kunnen verhogen.
En moet ik u nog meegeven dat het sinds maandag ook zo is dat reizigers uit Nederland en Curaçao met een andere nationaliteit dan de Surinaamse niet langer de verplichte overheidsquarantaineperiode van 2 weken hoeven te ondergaan. Alleen onder voorwaarde dat zij niet kort daarvoor transito zijn doorgereisd naar Suriname vanuit een ander land. Want die reizigers zullen wel door het BOG volgens een aangepast protocol in thuisquarantaine moeten. De vrijstelling van quarantaine geldt alleen voor passagiers die 14 dagen aaneengesloten voor vertrek naar Suriname, in Nederland of Curaçao hebben vertoefd. We geven niet op, toch? We moeten de strijd tegen COVID-19 winnen. En we doen het samen. Een opgave aan u, aan mij, aan iedereen om ons heen. Was regelmatig je handen, houd afstand van minimaal 1,5 meter en doe een mond- en neusbedekking op, zeker buitenshuis of in groepsverband. Neem je verantwoordelijkheid alstublieft. Let goed op uzelf.